Een verhit leuke voorstelling. Dat was de reactie van een van de bezoekers van de eerste voorstelling die vanmiddag sinds jaren in het Openluchttheater werd gegeven. Maar de andere 50 bezoekers, zowel jong als oud, waren het met die opmerking helemaal eens. Het weer was natuurlijk prachtig, maar ook de voorstelling van Dolf Moed was ronduit een succes te noemen. De kleine bezoekers hoefden niet stil te blijven zitten op de banken, maar sommige van hen mochten meedoen en hielpen de lakei met het bakken van een broodje, zoeken naar de prinses en afstoffen van het kasteel. De lakei had zijn dag niet en daarbij raakte hij ook de prinses nog eens kwijt. Ook was er nog een raaf die het vers gebakken broodje wou pikken. En dat kon de lakei niet in zijn eentje verwerken, daar had hij de hulp van de theaterbezoekertjes bij nodig. Uiteindelijk werd duidelijk dat de prinses haar prins had gevonden en niet meer terugkwam naar het kasteel. De lakei mocht hier nu wonen, maar hij had geen prinses meer om voor te zorgen. Gelukkig vond hij in het publiek twee prinsesjes om voor te zorgen en ook nog eens een nieuwe lakei. Aan het eind van de voorstelling was er voor alle bezoekers een lekkere puntzak met patat en een glas limonade. Een nieuw initiatief van Zin In tijdens de kindervoorstellingen in het Openluchttheater. En daar aten de meesten de vingers bij op.